Wat is er toch precies gebeurd op oudejaarsdag in Hart bij Zevenaar? Ja, ik weet zelf ook niet. Het is nog altijd een groot mysterie hoe een Frans sprekende man daar terecht kwam. Hij belde in paniek aan bij een huis aan de renbaan. Heel mysterieus. Wat moest zo'n Frans man nou hier doen? Ja, ik, weet, ik weet ook niet. De Frans sprekende man zou ontvoerd en overvallen zijn, en tegen zijn zin in zijn vastgehouden. Ik heb gesproken met de mensen waar de Fransman heeft aangebeld. Zij willen uit angst hun verhaal niet voor de microfoon vertellen. Wel vertelden ze dat de man om half vijf 's middags op oudejaarsdag aanbelde met bebloede handen en grote geschrokken ogen. Hij sprak gebrekkig Engels en zei dat direct de politie moest worden gebeld. Dat deden ze dan ook en ze hebben de man onderdak verleend totdat de politie kwam. Mensen die meer weten over de zaak worden gevraagd zich te melden. Ondertussen doen in Aarts allerlei verhalen de ronde. Die was ontvoerd door drie man. En die zaten daar in de geiten wat in de boerderij. Hadden ze hem vastgehouden. In de, ja, de achterheden van die boerderijen. En er woont niemand. Of eentje wel en ander niet. En hebben ze hem vastgehouden. Of hoe lang dat hij daar gezeten had, dat weet ik niet. Ja, maar dat dus, is allemaal nog niet officieel was... bekend. Wat zei je? Dat is allemaal nog niet officieel nee, bekend. Nee, ook nee, 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 nee. Is nog niet bekend, nee. nee maar... En toen is die man is toch ontvlucht, geloof ik. Die Fransman. En is hij hier door de geit wat hij gelopen Is hij naar het eerste huis gegaan? En had je aangebeld? En je had zo zijn verhaal gedaan? Volgens de mensen waar de man heeft aangebeld is het inmiddels een internationale zaak geworden. De politie pakt het volgens hen allemaal heel groots op. Zo zou er ook contact zijn geweest met de politie in Parijs. Wat vindt u ervan dat dat hier gebeurt? Ja, in het plaatje aard vind ik sensationeel. De telegraaf en alles is hier al geweest, dus. En de geldende. U vindt dat wel mooi? Ja, geweldig. <laughs> maar het is een hele ernstige zaak. Ja, of is het een beetje opgeblazen? Een beetje, een beetje sensatie. Denk ik hoor. Ja. Ik weet niet zeker hoor. Misschien vindt u het zelf wel een beetje sensatie. Ja, ik ook, ja. ja. Kom, aard kunt u mensen in de krant en op de televisie misschien. Dat is toch geweldig? De politie heeft ook nog veel vragen over dit mysterieuze verhaal en is nog op zoek naar getuigen die de man in de dagen voor Oudejaarsdag hebben gezien in de omgeving van Aart.